Op het evenemententerrein naast Sportcomplex De Jager is de organisatie druk bezig met de opbouw van het terrein voor de samenloop voor hoop. Het was nog even onzeker of men kon starten met de opbouw in verband met de hoge temperaturen. Maandagavond kwam men bijeen en lag het vraagstuk op tafel. We hebben serieus afgevraagd van, nou goed, kunnen we dan het hele feest wel door laten gaan? En we hebben gisteren besloten, dus gisteren maandag, in naoverleg met KWF, naoverleg met de gemeente, met het GOR, met alle instanties, dat we zeggen, nou, het kan gewoon doorgaan, de voorbereidingen kunnen we gewoon gaan treffen. Door de hoge temperaturen worden er extra maatregelen genomen. Er komen extra watertappunten, we gaan zorgen dat mensen voldoende zout binnenkrijgen. Er wordt misschien gesproken over soep uitdelen, we gaan schaduwplekken creëren. We gaan mensen adviseren ook, van mensen gaat dus niet zeg maar op het heetst van de dag, blijf rustig zitten, het moet niet, je mag lopen, maar het moet niet. En je kan dus ook gewoon zeggen van bijvoorbeeld natte handdoeken in je nek leggen, dat is ook dat soort dingen. Die adviezen worden ook vandaag verzameld en die gaan dus ook weer richting de commissiehoofden, de teamcaptains en de teamleden. We hebben het toch al over de kwetsbare doelgroepen, zeker ook onder de eregasten. En is dat nog een hele belangrijke factor geweest? Zeker, die krijgen zeker extra aandacht, ook in de voorbereidingen. Daar zouden we moeten zeg maar voorzorgsmaatregelen nemen. Maar voor die kwetsbare groep moeten we misschien iets verder gaan te zeggen van nou, we stellen uit of nou, we zien wel. Maar voorlopig gaat het allemaal nog gewoon helemaal door. De samenloop voor hoop Altena start komende vrijdag 28 juni en is een 24 uur durende wandelestafette waarmee geld op wordt gehaald voor kankeronderzoek.